Mijn project heet het MeTime project en dat staat voor Machine Learning Enables Time Series in Medicine. En dat betekent dat ik ga proberen met horloges, fitness trackers, hartfrequenties van patiënten te verzamelen in een dataplatform. En in die enorme verzameling van hartfrequenties zoek ik naar patronen die hartziekte aan kunnen tonen, maar ook zelfs kunnen voorspellen. En daarvoor maak ik gebruik van kunstmatige intelligentie. Nou, ik ben met name trots op de samenwerking. Hè. Dus de samenwerkingen om deze devices, hè. Dit is een Fitbit Sense, een van de apparaatjes die we gebruiken, maar we gebruiken er meerdere. In samenwerking met Google als partner, in samenwerking met de Technische Universiteit Delft en dat allemaal binnen het Haga ziekenhuis. Ja, dus waar ik vooral trots op ben, is dat we hele complexe wiskundige problemen en technologische problemen in gezamenlijkheid oplossen door heel veel samenwerkingspartners bij elkaar te brengen binnen het Haga ziekenhuis. Ja, ik vind technologie fantastisch. Als cardioloog werk ik met heel veel technologie en ook heel veel nieuwe technologie. En door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie, hè, wat je om je heen heel veel hoort, wordt mijn werk zoveel spannender omdat ik patiënten beter kan behandelen. Patiënten ook comfortabeler kan behandelen, wel namelijk vanuit de thuissituatie. Ja, dan is het een win-win. Mensen beter maken met een soort hobby van me, dat is geweldig. Nou, ik ben heel erg nieuwsgierig en ik hou van samenwerken. Ik ben nieuwsgierig naar nieuwe innovatieve zaken om de zorg beter te maken. En dat te kunnen doen door samen te werken met heel veel partijen, ook buiten de zorg, om inderdaad patiënten beter te kunnen helpen. Ja, dat vind ik fantastisch.